Zoals jullie gewend zijn van elektrostyling gaan wij altijd naar diverse beurzen om op zoek te gaan naar smart oplossingen. En vandaag ben ik uitgenodigd op de woonbeurs door een aantal fabrikanten om te kijken hoe smart ze zijn dit jaar. Als elektrostylist ben ik altijd bezig hoe je het huis mooier, efficiënter en duurzamer kan maken. Daar besteden ze hier heel veel aandacht aan. Hey Ingrid. Hi Rudy. Hey, allereerst super bedankt voor het uitnodigen in het Lang Leven Je Huis. Een huis waarbij duurzaam, comfort, besparing een belangrijke rol speelt. Ik zag buiten dat je in één dag al behoorlijk wat rendement kan halen door kleine dingen te doen. Ja, dat klopt. Men denkt bij duurzaam wonen al heel snel, oh dat is een heel groot project en dat kost heel veel geld. Dat hoeft helemaal niet, want met eendags aanpassingen kun je al heel veel comfort bereiken, geld besparen en eventueel energie besparen. En dat is natuurlijk het grote doel waar we dit allemaal voor doen. Wist je bijvoorbeeld dat huizen voor 1971 niet tot nauwelijks geïsoleerd zijn? Dat is in Nederland al gauw 2 miljoen huizen. Dat kan je heel simpel doen door gewoon een goedje in je spouwmuur te douwen. Ik neem deze sample mee voor mijn huis. We hebben een tasje bij. Hey, super. Dankjewel. Alsjeblieft. Een andere manier om flink te besparen is je huidige ketel te vervangen voor een hoger rendementketel. En dat kan dan gauw oplopen tot €240 per jaar. Elektrische auto's en hybride auto's zijn natuurlijk hot op dit moment. Deze Volvo kan bijvoorbeeld 50 km op je elektromotor rijden, waarna die automatisch op je dieselmotor overgaat. Dat betekent dat als je binnen 50 km van je werk woont, dat je praktisch geen brandstof hoeft te gebruiken. Vroeger moest je natuurlijk je energiestanden altijd handmatig doorgeven. Nu met de slimme meter gebeurt dit automatisch. Het voordeel hiervan is dat die automatisch ook feedback geeft en ook regelmatig feedback geeft. Zodat jij precies weet wat jouw energieverbruik is. Naast de slimme meters heb je ook natuurlijk slimme schakelaars. Dan stop je tussen je apparaat en je stopcontact in. Dan kan je hem ook echt uitschakelen. En het mooie is, je kan het ook nog met je tablet doen. Dus kan je hem aan-uitzetten, weet je zeker dat je geen sluipverbruik hebt. Daarnaast kan je hem ook nog meten. En zie je gewoon wat je energieverbruik is, ben je in ieder geval een stuk bewuster van je elektra. Wil je meer tips over aanpassingen die jouw huis een heel stuk duurzamer kunnen maken? Kijk dan eens op www.langleefjehuis.nl. Ik krijg vaak de vraag, Rudy, wat voor soort huisautomatisering bestaat er? We hebben Domotica en we hebben Smart. Nou, Domotica is echt de luxe van de luxe. Dat kan je echt zo gek maken als je zelf wilt. Smart kan je ook heel veel bereiken, zolang je maar de juiste combinatie hebt. En daarnaast heb je de normale producten. Het verschil in bedieningsgemak is dat normale producten heb je 5 afstandsbedieningen. Bij Smart heb je 1 afstandsbediening met 10 apps erop. En bij de Motica heb je 1 afstandsbediening en 1 app. Nou, maakt uit wat je kiest. Uiteindelijk gaat het gewoon voor het bedieningsgemak en het comfort wat je hebt. Zoals in dit geval mijn glaasje water. Bij de Motica is als het ware je huis de computer. Echter vergt dit wel in de bouw dat je extra kabels moet gaan trekken. Dit soort kabels noemen ze ook wel KNX. Maar als je dat eenmaal hebt, dan kan je dit soort bedieningspanelen in huis gebruiken. Dus één paneel met 1 applicatie waar je het hele huis kan bedienen. Natuurlijk wil je niet in elke ruimte een ontzettend grote display aan de muur hebben hangen. Dan kan je ook kiezen voor een kleine schakelmateriaal zoals deze. En hier kan je lekker je muziek op bedienen. Luister maar. Deze schakelaars heb je in allerlei verschillende soorten materialen, kunststof, glas, verschillende soorten kleuren en zelfs eentje voor Frans Bauer. Mocht je huis van tevoren in de bouw niet voorbereid zijn op het Domotica systeem, kan je ook kiezen voor achteraf oplossingen. Zoals deze actoren of schakelaars die je achter je lamp plakt, zodat je lamp alsnog kan bedienen. Nou, af en toe heb je ook van die bedieningspanelen op plekken waar je zegt van nou, daar wil ik hem nou net niet hebben. Nou, dan kan je kiezen voor een opplakschakelaar zoals deze. Dan kan je overal plakken waar je wilt. Dus kan je huis helemaal voorbereiden zoals jij dat wilt. Goeiedag. Wilt u er misschien een tasje bij? Nou, bedden met een elektrisch onderstel, dat kennen we al enige tijd. Maar hier zit iets speciaals in. Namelijk een massagefunctie. Oh. Je hebt televisiemeubels en je hebt smart televisiemeubels. Televisiemeubels is iets wat vanuit de interieurkant is opgebouwd. Dus het moet mooi uitzien, degelijk en daar plaats je televisie op. Eén ding wat ze vergeten zijn de kabels. En wat je uiteindelijk wil is dat techniek onzichtbaar wordt weggewerkt. Nou, daar heb je een smart tv-meubel nodig. En de grootste speler in Nederland op het gebied van smart televisiemeubels, dat is Spectral. Slimme apparaten kun je leefcomfort aanzienlijk verhogen. De kunst is alleen om techniek die daarvoor nodig is zo weg te werken dat dit opgaat in het design van je interieur. Als elektrostylist noem ik dit een smart ready design.
Wat maakt dit meubel dan zo smart? Laten we allereerst beginnen met de televisies. Zoals je kan zien, televisies worden steeds dunner en dunner. En dit gaat ook niet ten goede komen van de geluidskwaliteit. Natuurlijk kan je kiezen om allemaal grote speakers naast je meubel te plaatsen. Maar vrouw Lief vindt dat meestal niet echt mooi in het design van het interieur. En daarom kan je beter meubels dit nemen. Want hier zit namelijk een subwoofer en een soundbar in verwerkt. Maar ik hoor je nu denken, hoe kan ik de apparatuur bedienen als de klep dicht is? Daarvoor hebben ze een uitgebreid infraroodsysteem ontwikkeld dat weggewerkt zit in de kast. Het enige wat je ziet is deze ontvanger. Wie heeft er tegenwoordig nou geen tablet of smartphone? Als je gaat opladen heb je allemaal kabels in het huis of docking stations. Waarom integreer je het niet gewoon mooi in de meubel zoals hier? Dat ze bij het ontwikkelen van dit soort meubels ook rekening houden met innovatie wat op de markt komt, dat bewijst dit maar weer. Want er zit nu al een aansluiting op voor je iPhone 5 met de Lightning aansluiting. Maar goed, als jij een iPhone 4 hebt, haal hem eraf. Pas je iPhone 4 er ook gewoon in. Er is ook een cradle voor je iPad of iPad mini. En natuurlijk ook voor de Samsung Galaxy telefoons. Ja, je kan je televisie natuurlijk ophangen aan de muur. Maar het zit weer met die gaten in de muur. En je zit vast aan een vaste locatie. Soms wil je je meubel ook kunnen verplaatsen. Nou, Spectral heeft daar iets op gevonden. Namelijk een geborsteld aluminium stalen buis. Waar die tv stevig op staat. En je kan de kabels achterlangs wegwerken. Je kan ook de kabels in een van deze gleuven wegwerken die we hier zien. En zo maak je als ware techniek echt onzichtbaar. En heb je een interieur als dit? Zit je natuurlijk niet te wachten op een wit of een grijs meubeltje. Dan wil je natuurlijk kleurrijk houden zoals deze gele of een van de 2000 andere kleuren die verkrijgbaar zijn. Wil je de meubels met eigen ogen bekijken? Bezoek dan de showroom van Spectral in Harderwijk. Wil je liever dichter bij huis? Ga dan naar de website voor een verkoopadres bij jou in de buurt. Oh, van al dat geloof moet je wel echt heel nodig plassen. En dat ga ik ook eventjes doen. Hallo, stop alsjeblieft. Dat is geen echt toilet. Oh, het ziet toch wel een toilet uit, of niet dan? Ja, dat kan wel kloppen, maar dit is een demonstratiemodel. Een demonstratiemodel? Dit is de Rolls Royce van de toiletten. Ik zal je even laten zien wat hij allemaal kan. Ja? Onder andere op het moment dat je op het toilet zit en je bent zover dat je het normaal toiletpapier pakt, druk je nu op het knopje. En de douche is zeker onder water en je wordt van onderen met warm water schoon gedoucht. Kijk dan. Maar dan zit je hier met je blote bibs op en is die nat. En dan moet je een handdoek erbij gebruiken. Op het moment dat je het knopje terug doet en de douchearm is terug, dan druk je hier bij het fuin. En dan word je van onderen met warme lucht rustig schoon geblazen. Super verhaal, maar ik moet echt nodig naar de wc toe. Dan zou ik nu graag wel naar een echt toilet gaan. Ja, hartstikke bedankt. En dat willen we niet. Nee, adio. Oké, hoi. We hebben hier speciale mooie lampenkappen van de merk O-Design. En wie kan hier het beste over vertellen? Namelijk meneer Odi zelf. Goeiedag. Hallo. Goeiedag. Wat kunt u vertellen over die hele mooie kappen wat jullie hebben? Het zijn uiteraard geprinte lampenkappen. Wij kunnen alle lampenkappen personaliseren. Gaaf. Dat betekent dat wij de wensen van de klant zeg maar, op een lampenkap kunnen printen. Foto's, allemaal kan je... Precies. Oh, dat is leuk. Ik zie ook trouwens dat jullie filt hebben. Ja. Nou, daar ben ik fan van. Namelijk in een ruimte met... weinig akoestiek, slecht geluid. Als je dit plaatst, kan je het geluid in ieder geval een stuk verbeteren, toch? De schevel filt is heel zacht, het voelt ook heel zacht aan. Waardoor de absorptie van het geluid zeg maar, en de akoestiek beter tot zich. Gaaf. Heb je ook een tasje van mij misschien? Oh, hey, maar jou ken ik ergens van. Kom jij niet uit Zeist? Ik kom uit Zeist, ja. Ah, it's a small world after all. Met veel liefde, zorg en vakmanschap wordt muziek gemaakt door diverse artiesten en geluidstechnici. Weet je wat nou echt jammer is? Dat het geluid vaak afgespeeld wordt bij mensen thuis op een goedkoop installatiesetje met plastic speakers en een hele simpele versterker. Ik ben nu op een plek waar ze wel heel veel verstand hebben van audio. Muziek ontroert je, muziek neemt je mee en muziek geeft je rust. Geef toe, iedereen heeft zijn muziek nodig. Niets voor niets wordt geluid ook wel de vierde dimensie van een interieur genoemd. Geeft dit dan ook de ruimte die het verdient? Polletjes bij. Hey, goeiedag. Ik zie dat je de folder had te pakken. Hey, Emiel, jongen. Oh, hoe is die man? Ja, uitstekend. Wat gaaf dat jullie hier staan, zeg. Ja, we zijn helemaal happy. Ja? Eerste jaar woonbeurs en het wordt zeer positief ontvangen. Dus. Vertel eens de lezers en kijkers wat Hi-Fi Club is. Nou, Hi-Fi Club is de audiowinkel die slechte geluidssetjes met crappy sound aan het bestrijden is. Ja. Onze kreet is ook niet voor niets bad sound kills good music. En wij verkopen eigenlijk alles op het gebied van goed geluid, goed beeld en alles wat erbij komt kijken. En streaming, audio en alles, daar zijn jullie ook een specialist in, hè? Ja, we hebben een onwijs groot assortiment in streaming audio.
Drie jaar geleden is bij Hi-Fi Club de cd-speler al zeg maar begraven, aangezien streaming audio gewoon het medium is to be. Ja. En jullie hebben dan filialen volgens mij in Utrecht, Amsterdam, Hilversum en Haarlem, hè? Ja, dat klopt. Ah, heel gaaf. Zelfs hier op de woonbeurs in Amsterdam zie je dat gadgets echt als paddenstoelen uit de grond schieten. Slim apparaten worden steeds belangrijker in het interieur en zorgt er ook voor dat het ook mooi weggewerkt is. Nou, mocht je dit leuk vinden, ga dan even naar Facebook, daar hebben we ons Facebook Magazine. Dit is jouw dagelijkse dosis smart lifestyle nieuws. Nou, mocht je ons echt willen volgen, schrijf je dan in via onze website. Hier hebben we een wekelijkse smart living column, geschreven door echt de experts uit de markt. Ik zou zeggen, zorg ervoor dat je klaar bent, dus be smart, be ready.